Ik ben Thijs Lodewijk. Ik maak elektronische muziek onder de naam Ludovic. Ik zie het zo, ik heb een thermometer. En die steek ik in dit geval in het Nationaal Militair Museum. En daarmee kom ik echt in het hart van het museum. En sonificeer ik die data die daaruit komt, waardoor je ook echt het hart voelt. En dat zijn namelijk de mensen van het museum. Sonificeren is het omzetten van data in geluid. De data die ik van het Nationaal Militair Museum heb gekregen gaat over de bezoekersstroom. En het grote verschil met de vorige projecten is dus dat het gaat over mensen. En het gaat over mensen die naar het museum gaan. Welke bezoekers zijn dat? Zijn dat kinderen, volwassenen? Zijn dat museumjaarkaarthouders? Zijn dat mensen van Defensie zelf? Hoe bewegen ze die in het gebouw? Dat de data over mensen gaat maakt voor mij al een groot verschil. Wat je ook ziet visueel en wat je dus ook hoort is... Je gaat van dag naar dag, 7 dagen in de week. Je hoort alle dagen, van maandag tot en met zondag, van 10 tot 5. Je hoort de tonen die gegenereerd worden in die track. Dat zijn de aantallen bezoekers. Dus elke keer als er een x-aantal bezoekers binnenkomt, genereert dat een toon. Enzovoort, enzovoort. Dan krijg je dus dat je hoort eigenlijk aan de hoeveelheid tonen. En ook visueel zie je ook een soort datawolk verschijnen. Waaraan je kan zien en horen hoeveel bezoekers zijn er binnen. En op het einde van de dag gaat dat weer helemaal uit en begint het weer opnieuw. Dus het is een stroom die een soort opkomt en weer uitgaat, opkomt en weer uitgaat. Wat nieuw aan dit project is dat ik gebruik heb gemaakt van een stuk software die ik zelf heb ontwikkeld. En die software die zet data real-time om in muzikale parameters. Dus mijn rol binnen die software is dat ik de regels bepaal. Veel meer nog dan dat ik zelf handmatig probeer muziek te maken, bepaal ik de regels binnen die software. En die regels kunnen zijn welke tonen worden er gegenereerd, wanneer worden de tonen gegenereerd. Op dat moment dat ik die regels heb bepaald, kan ik het ook loslaten. En dan wordt het voor mij ook spannend, want dan weet ik natuurlijk niet precies wat eruit gaat komen. Dat is echt een heel mooi moment, want op het moment dat ik dat heb gedaan, dan druk ik op de knop en dan ben ik in één keer zelf ook echt een soort consument geworden. En ga ik luisteren naar, in dit geval, echt de heartbeat van het museum.